Hey, goedemiddag Dylan, inderdaad. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik-Ido-Ambacht. Hoe is het? Ja, lekker man. Dylan, ik zou jou nog eventjes terugbellen. En bedoeling van dit gesprek is eigenlijk heel simpel, Dylan. We hebben dit gesprek om elkaar wat beter te leren kennen. Ja, ik ga je voeden met zeer waardevolle en interessante informatie. Binnen een paar minuten komen wij erachter of dat wij een match hebben en hoe de toekomst eruit ziet. Hebben wij een match, twee duimen de lucht in. Hebben we geen match, even goede vrienden. Zullen we dat afspreken? Kijk. Dylan, stel je voor dat wij wel een match hebben. En dat ik jou heb alles laten zien. Jij bent overtuigd van hetgeen wat we gaan doen. En jij en ik gaan de markt in. Mouwen oprollen. We gaan opdrachten binnenhalen. Klanten binnenhalen. Cliënten binnenhalen. Eigenlijk alles wat er voor nodig is om de kassa te laten rinkelen. Dan is mijn eerste vraag, Dylan. Vanaf welk bedrag kunnen partijen bij jou terecht? Wat is het minimale dat jij je bed voor uitkomt dat het interessant is voor jou om je werkzaamheden te verrichten? Kijk, ja. En wat is daar de, in welke prijskategorie zitten we dan voor die 50, 60, 70 bestellingen? Welk prijskaartje hangt daaraan vast? Ja. Kijk, je moet het zo zien. Hè? Ik ga ook al een tijdje mee hoor, 25 jaar. En in 25 jaar als ondernemer, elk jaar is er wel wat in de markt. Elk jaar gebeuren de positieve, negatieve dingen. Dan is de Amerikaanse huizenmarkt weer in elkaar gestort. Dan hebben we weer corona. Dan hebben we weer een hurricane. Ik zeg altijd, de markt blijft en is zo wat hij is. Daar hebben wij totaal geen invloed op. En de markt hoeven we ook niet te veranderen. Snap je? Dat is wat wij moeten doen. We moeten ons soms een klein beetje aanpassen. Kijken waar gebeurt, welke gedeeltes van de markt is heel veel te halen. Waar groeien de bomen tot aan de hemel? Waar gebeuren hele interessante zaken? En daar moeten we ons in mengen. En als ik met zo'n voorbeeld naar jou toe kom en ik zeg, joh, wat zou jij zelf met jouw bedrijf? Wat zou jij zelf qua opdrachten binnen willen halen? Dus niet wat je nu zegt, maar waar ligt jouw hart dat je zegt van nou, ik zou ze het liefst hebben van 100, 200, 500, 1000. Ik noem even een zijstraat, hè. Jij weet dat beter, maar wat zou jij zelf willen? Juist. Zo, ja. Dat is lekker. Dat is leuk. Ja. Dus
50. Ja. Ja. Dus 50 pakketten maal 50 euro ongeveer. Kijk, dus dan praten we over gemiddelde orders van 2500 euro. Even makkelijk rekenen. Hè? Nou, kijk. Maar dit is... Ja, precies, precies. En dat is ook helemaal geen enkel probleem. Maar de opdrachten, zeg maar, van 2500 euro zijn wel leuke opdrachten. Dat je zegt, nou, daar houden we er zelf nog wat aan over. En we doen het met een glimlach op ons gezicht. Daar is een beetje waar je je voet in de markt zou willen zetten. Oké. Okay. En zoals je zelf net ook benoemd is, nou ja, grote jongens zijn ook prima, hè? Dus de grote jongens, dat kunnen zijn 100 pakketten van 100 euro, dat kan ook. Of zelfs meer. Maar als we puur kijken eventjes naar de pakketten van 2500, waarom vraag ik dat, hè? Kijk, je hebt in de markt heb je natuurlijk het minimum, maximum en alles tussenin. He, we hebben ze met de minimale portemonnee, maar we hebben ze ook met portemonnees waar de bomen tot aan de hemel groeien. Waar geld geen rol speelt. En ongeacht de omstandigheden in de markt. Hey, er is altijd genoeg in de markt, geld in de markt. In sommige gedeeltes van de markt, dus daar hoeven we ons nooit geen zorgen om te maken. Maar gezien jullie huidige agenda... Ja, wat zou je nu aankunnen van die 2500? Hoeveel klanten zijn dat nu per week? Praten we over er eentje per week? Praten we er over twee? Waar moet ik dan aan denken? Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja. Nee, maar in die... Ja. Ja, ja. Maar jullie kunnen met gemak, bij wijze van spreken, jullie kunnen met gemak één opdracht per week aan van 2500 euro. Dat is geen enkel probleem. Oké, okay. Dus dan praten we over een in de 4 weken, laten we zeggen in een maand, praten we over een potentieel van 10.000 euro. En op jaarbasis, jullie werken 12 maanden door. Jullie leveren altijd. Mhm. Mhm. Ja. Nee. Mm-hmm. Ja. Ja. En daar werk je niet heel het jaar door mee. Oké. Okay. Dus wanneer begin je dan al met de kerst? Vanaf welke maand?
juli, augustus en dan tot en met december is het knallen tot en met de kerst. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar stel je voor dat er mogelijkheden zouden zijn dat we bij veel bedrijven binnen kunnen komen. Veel opdrachten binnen kunnen halen. Hoe doen jullie dat nu? Puur helemaal op eigen kracht? Of is er iemand extern of wat dan ook die jullie ondersteunt en helpt? Ja. Zelf te doen. Ja. 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 Begrijp ik. Wel leuke business. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. En als er een manier zou zijn, Dylan, dat we de agenda kunnen vullen met veel opdrachten. En dan praat ik misschien over 100.000 euro per jaar of meer. En ik heb jou verteld van, joh, mijn organisatie en ik werken op no Q, no pay basis, 3% van je omzet. Is dat interessant voor jullie om daar 3% voor te reserveren? Ja. 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 Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Dat is duidelijk. En hoe zijn jullie nu bijvoorbeeld een beetje met acquisitie en dat soort zaken? Is dat jullie sterkste punt of is dat wat zwakkere punt? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, jouw compagnon. Ja, ik zie het hier, mede-eigenaar inderdaad. Zag ik gisteren ook hoor. Zo is niet. We hebben, kijk, zoals ik net al zei, de markt is open. Je kunt op het moment dat je doorzettingsvermogen hebt, voldoende energie en een goed verhaal, kun je overal binnenkomen, kun je overal deals sluiten. Ja, business komt niet aanwaaien. We moeten er zelf kaart aan trekken. En daar heb ik voldoende ervaring en voldoende oplossingen in. Het lijkt me zinvol dat ik het een en ander voor jullie op de mail zet. Wat we kunnen doen. Hoe dat in elkaar komt te zien. En dat jij dat overlegt met jouw compagnon. En wanneer hij getriggerd wordt en denkt van, hey, daar zit potentie in, hier kunnen we wat mee. Dan kunnen we eens gewoon eens kijken dat we een vervolgafspraak inplannen. Ook met jouw compagnon erbij. Klopt. Zeker. Ja, leuk hè? Ja. Klopt. Ja. 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 Ja, begrijp ik. Begrijp ik, want je kun je tijd maar één keer besteden.
Ja, maar goed, dat is ook helemaal niet erg. Jullie zijn jonge ondernemers en hongerig en ambitieus. En wat jij mij vertelt, ja, dat is heel erg interessant. En zo is iedereen ooit een keer begonnen. Zo is ook, kijk, Mark Zuckerberg is ook met zijn eerste vriendje begonnen op Facebook. Nu heeft hij 2.500 miljard vrienden. Ja, dus dat is allemaal niet raar en dat hoort allemaal bij het proces. En gun jezelf de tijd en ja, je moet altijd op zoek zijn naar meer, sneller, beter, efficiënter groei in feite. Want stilstand is achteruitgang. In Nederland Hendrik Ido Ambacht, maar ik ben geboren in Kroatië. Ja, ja. Maar ik woon heel mijn leven, woon en werk in Nederland, zeg maar. Ik heb wel veel in het buitenland gewerkt, maar ook veel op afstand via de telefoon. En de laatste jaren natuurlijk met internet en alles. Dat maakt het leven wat makkelijker. Ja. Klopt. Ja. Klopt. Ja. Klopt. Alleen maar marketing en sales. Ja. Ja. Nee, precies. Daar moet je ook geld op besparen hoor. Dat is helemaal niet nodig. Zonde. Zeker. Ja, ja. Ja, zeker. Oké, Dylan, ik heb voldoende informatie. Geef mij een paar dagen de tijd. En dan ga ik eens even kijken hoe en wat. Nee, ik kan gewoon via e-mail kan ik naar je sturen. En dan kan je het aan jouw compagnon laten zien. Is dat goed? Oké. Dylan, ik wil je bedanken voor je vertrouwen, voor je tijd. Ik weet voldoende en wij houden contact. Ja, jij ook, hè? Groetjes.